Welkom bij een nieuwe video, jongens. Vandaag is het vrijdag. En wij zijn zojuist in Rotterdam aangekomen. Het is ongeveer 10 voor 11. En vandaag heeft Kimora dus de fotoshoot van... die ze gewonnen heeft voor haar modellenwedstrijd. Dus dankjewel iedereen die gestemd heeft. We zijn daar dankbaar voor. En nu is ze dus die fotoshoot gewonnen. En kan ze babymodel worden, et cetera. En daar zijn we nu. Shirajul is... geen idee. Hij is uitgestapt en even iets gaan bekijken. Maar ik zie hem niet meer, zo I don't know. Kimora ligt hier nog te slapen in de Maxi Cozy. En ik ga even snel mijn haar doen. Want dat heb ik niet gedaan nog. Ja, dus dat is het plan voor vandaag. We blijven ook gewoon in Rotterdam. Want dit weekend hebben we een gender review van vrienden van ons. Dus daar gaan we morgen heen. En wat we voor de rest vandaag gaan doen is... I don't know. Nou, jongens, het is wat later op de dag. Het is nu het is 6:30 om precies te zijn. En what is happening? Mijn citroentjes lopen. Ik wacht even op Ashley, dus zus. Mijn vriendin heeft Ashley, zij is verloofd. En ik wacht nu op haar zus. Want ik ga met haar zus gaan we naar de locatie toe waar we haar gaan verrassen, surprisen. Een beetje vieren dat ze verloofd is. So, that's what I'm doing. Hey everyone, it's the next day. Vandaag heb ik dus de gender review. En ja, vandaag wordt het best wel warm, 23 graden. Namelijk, want de afgelopen dagen had ik het zo koud dat ik met mijn winterjas. Nou, niet winterjas, maar mijn herfstjas. Laat me het even zo zeggen. Het is een herfstjas. En dikke kooltruien naar stage ging. Zo, vandaag wordt 23 graden en het is voor mij best wel warm. En dat vind ik, nou, voor mij niet heel warm. Maar ik vind het wel weer fijn dat ik gewoon geen jas aan kan. Tot zover mijn vlog en deze info. Zo, jullie zien mij later weer terug. En als het goed is, ga ik vandaag mijn favorite person zien. One of my favorite. Kiki! Persons. Kiki's outfit of the day. Ga je staan? Kiki's outfit of the day. Met een flared pants. Super cute, Kiek. En Air Force. En ze heeft nog haar tasje, maar dat wordt te veel. Nee, nee, niet iemand. Niet. Waar denk je dat woord, Noor? Het wordt een jongetje, denk ik. Maar we zijn het in meisje. Oké, dus ik ben nu bij de gender reveal. Ze gaat eerst mensen in de maling nemen. Dat, oh, mijn camera is vies. In de maling nemen met een ballon. En, oh my god, guys. En hier staat de blusser. De blusser. En dan komt Shirajul ineens pop op zo. En hij gaat het dan. Het revealen.
winkelcentrum. Gaan we even boodschappen doen. Altijd als wij in Rotterdam zijn, dan gaan we langs de Dirk. Want de Dirk heeft wel goede aanbiedingen altijd. Dat gaan we dus nu doen. En dan gaan we zo richting huis vertrekken. That's the status for today. We gaan gewoon even een snelle start. Super tribal. En ik zag dat ik hem nog helemaal niet had afgesloten. Dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Willen jullie mij vaker zien? Vergeet dan niet te abonneren. En nogmaals bedankt voor het kijken. Doei!